U weet het al langer, dames en heren. Wijn met een verhaal. Daar zoeken we naar. En ja, we trekken naar Spanje. En met Pago de Cirsus denk ik dat we toch wel een heel mooi verhaal hebben. Zullen we het even hebben over filmsterren en filmindustrie? En Stijn, die weet daar alles van. Ik weet daar niet alles van. Maar de man die de stokken aangeplant heeft, is Iñaki Núñez, die... onder meer agent is voor Sharon Stone en Johnny Depp en zo, dus... Ik herinner me één scène, maar daar gaan we niet over uitweiden, maar Sharon Stone. Oké. Ja. En de man gaat dan ook nog zich gaan bekommeren om wijn. Heeft zich daarover bekommerd. Oké. Wat wel leuk is, avontuurlijk zei ik, Nevada, de buur, zeg maar, aansluitend aan de meest traditionele wijnregio, Rioja, waar er toch nog, ja, je ziet daar ook wel de vernieuwing, hè, maar waar men toch meer en meer op die pure Tempranillo gaat mikken en noem maar op. Absoluut niet in Navarra. Hè. Moderniteit in het glas. Met Tempranillo en dan nog eens gelijke delen Syrah en Merlot. Ja. En is dat net niet het verrassende van Spanje vandaag? Dat men enerzijds toch trouw blijft aan die inheemse rassen, maar toch gaat gaan blenden met meer internationale variëteiten, wat jou uiteraard een compleet ander smaakprofiel geeft. En opnieuw een compleet ander glas. Het Cabernet glas. We zouden terug kunnen kiezen voor het Syrah glas, die zo'n beetje het standaard glas is voor rode wijnen, maar we zitten toch wel met iets... Begrijp ik het nu goed? Mijn Cabernet glas zit je altijd goed? Nee, je kan toegankelijker zijn met het Syrah glas dan met het Cabernet glas. Okay. Maar tanninerijke wijnen met structuur, met body, heb ik toch iets liever een bredere kelk om alles wat soepeler en eleganter te maken. Weet je wat mij ook weet te verbazen? Ik lees hier op het etiket 15% volume alcohol. Die zit er natuurlijk in, maar die proef je niet. Nee. Die frisheid die daar rond staat, dat is toch wel verbazingwekkend. Want meestal wijnen met zoveel alcohol, die worden wat plomp, lomp, zwaarmoedig. Haal je de helft van de fles? Niet ja, het einde? Ook al, ja. Maar een verklaring voor de regio? Cool. De manier van werken van de wijn? Ja. Ook toch de frisheid van de regio zit wel in Spanje, maar heb toch een bepaalde... Je zit ook iets hoger. Ja, zit inderdaad. Iets hoger. Ja. En dan, het is echt wel een echte pago, hè? Zoals men dat in het Spaans... De clo. Ja, inderdaad. Een clo, zoals je zelf zegt. En dan gaan we natuurlijk een beetje naar Bourgogne gaan verwijzen. Maar hier, overgenomen in Spanje, en toch wel een synoniem voor topdomeinen? Het is een... je ziet het meer en meer, dat ze gaan werken met pago's. Dus de afgesloten percelen, wijngaard. Single vineyards, zoals men om dat apart te vinifieren, de beste percelen apart houden. Ja, perceelsgewijze selectie, dan gaan blenden. Ook niet overdreven met hout. Hè. Fruit blijft hier de eerste rol spelen. Een gezonde dosis frisheid erbij. Tja, wat wil je nog meer eigenlijk? Fazant. Hadden we het niet kunnen denken. Ja. En hoe klaargemaakt? Want dat is verschil, hè? Brabanson. Beetje witloof. Ja. De tannines met de witloof. Ja. De boter daarbij, zo het licht burnoisette die zo meegaat. Het zachte van de fazant, het druivenblad eventueel nog een beetje in de boter meegegaan. Van patrijzen ook, man. Mm-hmm. Voor één keer, dames en heren, ga ik echt niet moeilijk doen. We gaan voor de fazant. Smakelijk.